Welkom bij de uitleg over neurale regulatie. In deze basisstof gaan we kijken hoe impulsgeleiding plaatsvindt. En voordat ik met de uitleg begin, is het goed om te weten dat er aan het eind van deze video geen samenvatting is. Uh, je zult straks zien dat er allerlei afbeeldingen gebruikt worden. En het is veel zinniger om die over te tekenen en daar je aantekeningen bij te maken. dan dat je gewoon een lijst met aantekeningen en alleen woorden hebt. En dan Eerst even deze afbeelding. Dit heb je al een keer eerder gezien. We hebben het tot nu toe nogal algemeen gehad over die impulsgeleiding. Er gaan impulsen door zenuwen heen. Zo worden er signalen verstuurd van zintuigcellen via gevoelszenuwcellen naar het centrale zenuwstelsel. In dat centrale zenuwstelsel wordt die informatie verwerkt, dan wel door de hersenen. Of in het geval van een reflex gaat het direct terug naar een bewegingszenuwcel die het signaal verstuurt naar de spieren. En we gaan dan nu ook daadwerkelijk kijken hoe dat dan gaat met het doorgeven van die impulsen in die axonen. Je hebt tot nu toe wel geleerd dat dat door impulsen zijn, dat dat uh, gaat met verschillen van lading. Maar hoe dat dan precies werkt, dat komt nu aan bod. Daarvoor is nog even een andere afbeelding die je al een keer eerder gezien hebt. Dit is een schematische weergave van een zenuwcel. En waar we specifiek naar gaan kijken in eerste instantie is de stukken hier, die insnoeringen. Hoe de overdracht daar gaat. En dan kijken we later nog even naar hoe dat dan gaat bij die myelineschedes, maar daar kom ik later op terug. Die impulsen die door die axonen heen gaan, die gaan in het geval van deze beweging zenuwcel vanaf het cellichaam hier. Daar ontvangt die signalen bijvoorbeeld vanuit zenuwcellen uit het centrale zenuwstelsel via dat cellichaam En dat komt dan door de axon heen en dat sluit dan hier aan op. Enerzijds kan dat zijn andere Zenocellen of spieren of klieren. Dat signaal dat hier door dat axon heen gaat, dat kun je een beetje op de volgende manier zien. Dat is hier even dat axon weergegeven. Dat axon is in rusttoestand aan de binnenkant negatief geladen ten opzichte van de buitenkant. En op het moment dat er een signaal aankomt, dan wisselt dus die polariteit om. De binnenkant wordt op dat moment positief geladen ten opzichte van de buitenkant. Nou, wat is dan het effect? Dat betekent dat het volgende deel van het axon ook positief geladen wordt aan de binnenkant en negatief aan de buitenkant. En dan zie je dat dat positief geladen gedeelte in opzichte van de buitenkant als het ware een soort van golfje beweegt over zo'n axon. En achteraan zie je ook meteen weer dat die polariteit weer omdraait en dat dus de axon weer in rusttoestand komt. Dus zo zie je dus dat die, die polariteit die wisselt kort, dat is dus een milliseconde of vier. En zo wordt het signaal dan doorgegeven. En hier wordt het positief doordat het hier positief is. Het is, het is bijna een soort van domisch no effect wat je, wat je te zien krijgt. Nou, als je dat eventjes in een grafiekje bekijkt, dan zie je hier de rustpotentiaal. Dat is dus het punt waarop dus het axon negatief geladen is ten opzichte van de buitenkant. En wat gebeurt er nu op het moment dat er dus een stimulus is... Dan zie je dus dat de negativiteit iets minder wordt. Het wordt dus iets minder negatief ten opzichte van de buitenkant. Op het moment dat die stimulus nou niet sterk genoeg is, dan zul je dus zien dat de drempelwaarde niet gehaald wordt en er dus geen impuls doorgegeven wordt. Dus eerst moet die drempelwaarde van ongeveer min 55 millivolt bereikt worden. Dan bereik je in één klap het actiepotentiaal. Dit is wil zeggen dat dit een alles of niks reactie is. Het moet dus dat punt bereiken en dan klapt het dus in één keer omhoog en dan zie je dus in één keer dat je dus op plus 40 millivolt uitkomt en dat is dus het punt waarop dus die binnenkant van het axon positief geladen is ten opzichte van de buitenkant. Vervolgens zie je daarna heel snel weer dat we weer richting die negatieve lading gaan, dat je dus weer die, die draaiing krijgt. Dan schiet het even een stukje door, dan wordt het dus iets negatiever dan het rustpotentiaal. Het wordt vervolgens heel snel weer hersteld tot het rustpotentiaal. En dan er dus weer, kan er dus weer een signaal vervoerd worden. Als je dus naar één zo'n golfje kijkt, je ziet hier de tijd in milliseconden, hier dat voltage. Kijk je nu naar zo'n golfje, dan is dat dus op dit moment, hè, dat actiepotentiaal, dat zit dus op dit punt. En vervolgens kun je dus als het ware voorstellen dat het golfje als het ware doorgegeven wordt aan het volgende. Uh, stukje van het axon. Dit gaat heel snel en dat zie je onder ook. Hè. Dit, dit hele proces van het signaal doorgeven tot weer de nieuwe rustpotentiaal duurt ongeveer 5 milliseconden. Dus dat is echt behoorlijk rap. Maar nu is de vraag natuurlijk van hoe werkt dat dan? Dat die polariteit zo kort heel eventjes omdraait en dat op die manier dan dat signaal verstuurd kan worden. Dat ga ik je uitleggen aan de hand van de volgende afbeelding. Je ziet hier een schematische weergave van een stukje van dat axon. Hier het celmembraan aan weerszijden. In het midden zit het cytoplasma. En verder zien we hier op dat celmembraan, ik heb er nu voor het gemak even twee keer drie getekend, maar er zijn er meer. Dit zijn namelijk natriumkanaaltjes, kaliumkanaaltjes en dit is een natrium-kaliumpomp. Die hebben allemaal een belangrijke rol bij dat overdragen van dat signaal. Verder zet ik ook eventjes deze grafiek er weer bij om het even iets helderder te krijgen. In eerste instantie zitten we in het rustpotentiaal. En dat wil zeggen dat we rond die min 70 millivolt zitten. En dat betekent dus dat de binnenkant van het axon negatief geladen is ten opzichte van de buitenkant. Wat je ziet is dat aan de buitenkant van dat axon zit relatief veel Na+, hè, natrium positief geladen natrium. En uh, aan de binnenkant zit er relatief weinig. Andersom zie je dat er aan de binnenkant meer kalium zit dan aan de buitenkant. En verder zijn er ook allerlei andere negatief geladen grotere moleculen die niet door dat celmembraan heen kunnen. Die zitten niet alleen aan de binnenkant van dat axel, maar die bevinden zich ook aan de buitenkant. Maar die kunnen zich dus niet door dat celmembraan heen verplaatsen. Op het moment dat we dus bij dat rustpotentiaal zitten, lekt er wel degelijk een beetje natrium af en toe naar binnen. Een beetje kalium zal ook naar buiten lekken. Dat is op zich logisch, omdat er natuurlijk een concentratieverschil is. Er zit een hogere concentratie natrium aan de buitenkant in vergelijking met de binnenkant. Dus automatisch wil dat natuurlijk naar binnen en andersom geldt voor dat kalium. Die kanaaltjes zijn in principe gesloten, maar toch zul je zien dat er door dat celmembraan ietsjes heen en weer kan. Dat membraanpotentiaal van min 70 millivolt, dat moet natuurlijk wel in stand gehouden worden. Dat is dus in eerste instantie ook de taak van die natrium-kaliumpomp, want die pompt dus constant wat natrium naar buiten en wat kalium naar binnen en zorgt er dus op die manier voor dat er dus een concentratieverschil in stand blijft van die kalium en natrium als je de binnenkant en de buitenkant met elkaar vergelijkt. Nou, op het moment dat er vanaf dit punt een signaal aankomt, oftewel wat we gezien hebben in die vorige afbeelding, dat er dus een, uh, hier wordt het positief geladen, dan had dat dus een effect op het volgende gedeelte van het axon. Dus hier wordt het positief geladen. En wat er dan gebeurt, is dat de doorlaatbaarheid van dat membraan vergroot wordt. Oftewel, er kan dan meer Na plus naar binnen diffunderen dat axon in. Nou, op het moment dat de stimulus niet sterk genoeg is, dan zul je zien dat die negativiteit ietsjes afneemt. Maar dat het de drempelwaarde niet bereikt. Pas als de drempelwaarde bereikt wordt, gaan de natriumkanaaltjes openstaan en kan er in één keer heel veel natrium naar binnen. En dat is het punt waarop je ziet dat dus die polariteit wisselt. Dat dus de binnenkant op dat moment positief geladen wordt ten opzichte van de buitenkant. En dat natrium vervolgens dus zo naar binnen kan diffunderen. Vervolgens zie je ook dat het dus hier. Positief geladen wordt ten opzichte van de buitenkant. Dat signaal komt vervolgens dus ook hier aan. Hier wordt het nu ook positief geladen. Dat heeft dus effect hier op de doorlaatbaarheid. Dat zorgt er dus vervolgens voor dat hier ook die natriumkanalen open gaan staan en dat dus hier positief geladen wordt. En zo zie je dus dat het stapsgewijs door dat axon heen gaat. Gaan we terug naar dit punt, dan hebben we dus het actiepotentiaal bereikt. En wat er dan op dat moment gebeurt, is dat dus die polariteit. We moeten omdraaien. Dus we moeten weer terug naar die min 70 millivolt voordat er weer een nieuw signaal verstuurd kan worden door dit axon. Nou, dat kan bereikt worden in eerste instantie doordat die K kanaaltjes open gaan staan. En dat zorgt ervoor dat dus het kalium van de binnenkant van het axon naar buiten kan diffunderen. Dan zie je dus dat het steeds weer negatiever geladen wordt die binnenkant ten opzichte van de buitenkant. Dat schiet vervolgens even een stukje door. Die kaliumkanaaltje reageren als het ware een beetje traag. Maar door het werk van de kalium-natriumpomp. wordt dus uiteindelijk dat rustpotentiaal weer bereikt. En is het dan op dat moment klaar voor een nieuw signaal. Dan zie je ook dat dit behoorlijk snel gaat. Want vanaf het moment dat het signaal dus die drempelwaarde bereikt. zit je op ongeveer 4 milliseconden aan tijd. voordat je op het volgende rustpotentiaal zit. Wat zie je nu bij het doorgeven van dit signaal? Dat het altijd deze voltage zou hebben. Het is niet zo dat als een signaal sterker is, dat er bijvoorbeeld plus 60 wordt in plaats van plus 40. Nee, dat blijft altijd hetzelfde. Wat er wel kan veranderen op het moment dat je een sterk signaal hebt, is dat de frequentie van het signaal verandert. Dus dat er meer van deze golfjes als het ware worden doorgegeven. Dit systeem zorgt er ook voor dat in een axon het signaal niet opeens de verkeerde kant op gaat. Want je ziet dat het even een moment nodig heeft en dat het signaal is doorgegeven tot het weer op het rustpotentiaal komt en dan kun je dus ook even geen signaal versturen en dat voorkomt dus dat er ook een eventueel signaal bijvoorbeeld teruggegeven wordt wat niet de bedoeling is. Op die manier wordt dus het signaal door die axonen doorgegeven en wisselt dus kort even die polariteit om en wordt het als het ware als een soort van domino steentjes doorgegeven door zo'n axon. Die impulsoverdracht moet natuurlijk niet alleen plaatsvinden binnen zo'n zenuwcel. Maar het moet ook tussen zenuwcellen doorgegeven kunnen worden, of tussen een zenuwcel en een spier. En dat gaat door middel van neurotransmittermoleculen. Wat gebeurt er nu? Een ene zenuwcel, hier deze geel aangegeven, zit aangesloten op deze blauw aangegeven zenuwcel. En wat gebeurt er nu als je daarop inzoomt en dat heel schematisch kijkt? Dan worden er neurotransmittermoleculen hier in de synapspleet afgegeven. Er komt dus vanaf hier een signaal aan. Die polariteit wisselt, er komt dus een lading aan. En dat zorgt dus hiervoor dat die neurotransmittermoleculen worden afgegeven. Die zorgen er aan de overliggende kant voor van die synapspleet dat die binden aan natriumkanaaltjes. En die gaan op hun beurt dan openstaan, zodat er dus natrium naar binnen kan. En dat je dus ook daar dan die wisseling van die polariteit krijgt. En dat je dus hier ook tijdelijk een. Positief geladen binnenkant krijgt ten opzichte van de buitenkant. En zo kan dus hier dat signaal weer doorgegeven worden. Dus zo wordt dat doorgegeven tussen, tussen een zenuw en een andere zenuw, maar ook tussen zenuw en spieren kan het op deze manier dus dat signaal doorgegeven worden. Dan zouden we het tot slot nog hebben over de myelineschede. En die zorgt ervoor dat een signaal veel sneller verstuurd kan worden. We hebben net gekeken naar de signaaloverdracht in dat axon en hoe dus die polariteit elke keer wisselt. Dat gaat in principe heel snel, maar. Niet snel genoeg voor sommige signaaloverdrachten. Zeker als het grotere afstanden moet afleggen, dan is het gunstig als dat signaal nog sneller kan. En wat je daarbij voor moet stellen is dat het signaal als het ware, als het ware zo hops springt. Hop, hop, hop. Dus het gaat langs dat axon dan een stuk sneller, omdat het gewoon eh, ja, als het ware doorspringt door die eh, myelineschedes. Hoe dat precies werkt, dat hoef je niet te weten. maar Onthouden in ieder geval maar op het moment dat ze aankomt bij zo'n meerdiende schede het maakt een soort van sprongetjes langs dat axon. Dan is dit het einde van de uitleg. Eh, wat ik net al zei, er is geen samenvatting aan het einde. Je had hem kunnen meetekenen. Dat is handiger dan allemaal woorden gebruiken. Heel veel succes met leren, en tot de volgende!